wie heeft mij naar mijn school iets gestuurd. Cool, hè? Beetje diamantachtig hier, heel leuk. Kijk hoe leuk. Hallo. Wat wij trouwens doen, dat weten jullie misschien niet. Het is ook kostenbesparend voor ons. Heel veel contour. Hij staat bij mij niet mooi. Drie kwartier. Ze heeft thee gehad en herself gekeken, maar dat is het ook. Wow. We hebben net een lekker ceerbattetje gegeten met haar. Dat is wel vet. Wow, en hij stond veel sneller dan die camera die ik nu heb. Zo ziet mijn plasje er nu uit. Hey jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is dinsdagavond. Waarom begin ik nu pas met filmen? Omdat ik me ziek heb gemeld maandagochtend. Jullie weten al dat ik me gewoon, nog steeds niet, gewoon niet goed voelde. Altijd. Gewoon al 2,5 weken gewoon chronische koppijn. En ik heb nooit koppijn. Misselijk, futloos, koortsaanvallen, op. Ik zat elke dag bijna naar mijn werk. Dat ik dacht, kan dit een andere keer, want ik ben gewoon op. Dus maandagochtend dacht ik, ik ga me gewoon afmelden. Want het gaat gewoon even niet. Het wordt alleen maar erger. Dus ik heb echt 2 dagen heel veel rust genomen. Ook niet gewerkt, niet op de computer. Wel gewoon een beetje op de bank in bed. Een beetje lekker aangerommeld in huis of zo. Maar geen actieve dingen echt gedaan. De koppijn is niet beter geworden. Maar het gaat wel iets beter, denk ik. Ik wilde me gewoon niet nog een dag ziek melden. Goedemorgen jongens, ik weet niet zo goed hoe ik me nou voel. Mijn hoofdpijn is wel echt veel minder geworden. Dus dat is echt heel fijn, maar dat maakte mij gek. En ik heb geen koorts, maar ik ben nog steeds heel erg vermoeid. Heel veel concealer en alsnog zie je het wel. Maar ik denk dat het wel iets beter gaat. Maar ik vind het lastig, ook als mensen vragen, gaat het beter? Vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen. Ik weet het niet zo goed, maar ik ga nu met de auto al die dingen voor... December liggen dus in mijn auto. Die moet ik nog even allemaal eruit halen. Nou jongens, het is in ieder geval heel fijn in mijn klas komen. Het is echt heel netjes overal gedaan. Er zijn 2 verschillende mensen voor mijn klas geweest. Het lokaal ziet er netjes uit. Knutseltjes die ik vrijdag had opgehangen, die zijn weg. Maar er hangen wel hele leuke nieuwe knutsels voor in de plaats. En het ziet er allemaal gewoon netjes uit. Tablets zijn opgeladen. Alleen het bord was natuurlijk niet gedaan, maar dat heb ik nu gewoon kunnen doen. Dit is nu de woensdag. Ook op 1 les na hebben ze gewoon alles gegeven. Ja, thematijd, maar dat is niet zo erg. Dus dat is gewoon heel fijn. Ik heb ook even werk afmaken erbij gezet, want... Zodat de kinderen iets niet af hebben, dan weet ik even zeker dat dat allemaal oké is. Want schrijven was helemaal gegeven. En daardoor kon ik die van vandaag gewoon een programma halen en is weer een beetje ruimte voor werk afmaken. Dus dit zijn de doelen. En zo ziet mijn klasje er nu uit. Ze hebben dus hele leuke knutseltjes gemaakt. En dit zijn trouwens ook dit nou al laten zien, mijn posters, of niet? Ik heb echt oprecht wel weer gewoon zin om te werken over, dus... Ik hoop gewoon dat het goed gaat. Oké, jongens, ik ben uit mijn werk. En dat is iets wat eigenlijk heel gek is, maar het is echt mega lief. Maar ik ging naar mijn postvakje op mijn werk om te kijken wie ik had getrokken voor loodje. Want we gaan dit jaar loodjes doen. En ik heb echt een hele leuke collega getrokken die ik ook best wel gewoon ken. Een vrouw. Dus ik zei al, ik heb zoveel leuke dingen voor vrouwen liggen. Ik hoop dat ik een vrouw heb. Want ik vroeg al, mag je het ook iets meer dan 5 euro zijn? Want ik heb natuurlijk echt super mooie cadeaus liggen. Dus dat vind ik heel leuk. Zie ik ineens een hele doos van Greets. Ik denk, wie heeft mij naar mijn school iets gestuurd? Ruben of zo. Echt het leukste kaartje op aarde. Heb ik een hele kaart van een kijker gekregen. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van hoe dit kan, zeg maar. Maar echt, het is zo lief. Lieve Charlotte, na je vlog van afgelopen woensdag vond ik het wel een tijd worden voor een bedankje. Elke week kijk ik weer uit naar jouw vlog. Niet alleen omdat die zo lekker lang is, maar ook omdat ik dan een vrouw zie die realistisch is. Ik heb onwijs veel bewondering voor je. Een drukke baan, een goedlopende webshop en een tof YouTube kanaal. Het is veel leuker om naar jou te kijken dan naar een groter kanaal waarbij diegene alles krijgt en hun leven totaal afwijkt van wat normaal is. Ik hou van je eerlijkheid, je openheid, je oprechtheid en de heerlijke lach van je. Verander alsjeblieft niets aan jezelf, want er zijn meer mensen die van je houden dan die je haten. Je bent geweldig. Dikke knuffel en trouwe volger. XX. Tussen haakjes, ik weet dat je aan Weight Watchers doet, maar jezelf af en toe belonen mag toch? Of deel ze uit aan je collega's. Ik ken deze doosjes niet. Dit zijn dus de lekkerste Merci's in de wereld. Merci is volgens mij echt iets van 5 punten of zo. Het is echt heel veel. Maar ik ga hem zeker bewaren. Ik vind heel veel Merci's niet eens lekker. Maar dit is met witte, met amandel. Hoe heet het? Met nootjes, zeg maar die groene. Dan melk met almond honey crunch. En dark almond cream. Ook met nootjes erin. Echt de lekkerste doos op aarde. En de leukste kaart. En de liefst. Echt, het lijkt wel zo ontzettend lief. Ik snap er helemaal niks van. Het is heel raar. Maar waarschijnlijk kijk je nu of zo. Wil je jezelf exposen? Wie ben je? Waarschijnlijk iemand met wie ik al vaker gepraat heb. Waarschijnlijk ken ik je naam ook gewoon. Want echt mijn trouwe kijkers ken ik op zich ook wel. Maar misschien ben je wel een stille kijker. Maar ik denk het niet als ik het zo hoor. Dat je gewoon dacht van... Charlotte voelt zich... ik vind het zo lullig dat mensen zo stom doen en ze verdient even wat liefs. Dat is echt
Nou, echt ontzettend lief. Dankjewel. Oké, jongens, ik ben net thuis. Oh, gouden sieraden heb ik om en deze trui. Het staat niet echt leuk. Maar dat vind ik chillen aan in een vlog iets laten zien. Hebben jullie mijn leuke bandje al gezien? Dat is dat je er gewoon lelijk uit kan zien. Ik had ook best wel leuke dingen gezien bij de Action. Sommige dingen ga ik later nog aan jullie laten zien. Maar een paar dingen ga ik nu al laten zien. Heel veel zijn maskertjes om te testen. En even wat voor bij de pakketjes met kerst. Want rond kerst weet ik voor comma overal een zuurstokje. Ik doe geen prijzen. Een candy cane indoen. Dit zijn er nu 24. Dat is nu wel even genoeg. Ook wil ik zo. Dit is wat van het lint wat je zo uitblaast. En dan wordt het zo'n sliertje volgens mij. Serpentine. Een serpentinetje erbij doen. Ik wil ook nog iets van gouden sterretjes en zo, maar ik moet niet too much. Ik had laatst echt heel erg beenhaar. Echt beschamend. Dus ik heb weer scheermesjes gekocht. Deze dacht ik, of hij ziet er heel leuk uit en hij ruikt heel vies. Of hij ziet er juist best wel een beetje simpel uit eigenlijk. En ruikt heel lekker. Maar het is wel, ziet er best wel cool uit. Het zou een hele chique kunnen zijn of zo eentje die in een hotel staat. Er was één nog iets. Maar hij ruikt dus best wel naar Victoria's Secret. Parfum. Heel erg eigenlijk. Dus ik zag hem. Ik dacht, ik wil weer zoiets ontdekken dat ik jullie als tip kan geven. Dat is deze. Cool, hè? Beetje diamantachtig hier. Heel leuk. Want onze douche was op. Vroeger heel veel toegestuurd en nu niet meer. Dus het is allemaal een beetje op aan het gaan. Nog voor 2,50 zo'n pluizige kussenhoes. Want die zit echt onder de haren bij ons. Ja, we maken alles mooier. Samen spelen we het klaar. Weet ik niet. Oh, nog een douchegel. Madagascar Forest. Ruikt lekker, gewoon een beetje tropisch. Romig tropisch. Ik koop dus echt nooit meer douchegel, maar nu dus weer wel. Vroeger had ik echt een douchegel verslaafd. En als het 1 plus 1 was, kocht ik altijd. Ik moet eigenlijk van die tandpasta voor gevoelige tanden, maar dat hadden ze hier even niet. En dan tandpasta's op, dus eventjes deze. Chill, want die kan je lekker pompen. Watjes en weer mijn make-up remover. Ik had laatst een hele story geplaatst waarin ik die micellair water ging testen. Die viel zo tegen. Echt niet normaal. Dus ik heb gewoon weer lekker. Ik heb echt olie nodig voor mijn ogen. Anders gaat die make-up er niet af. En ik zie soms mensen zo hun moeite doen om make-up er af te krijgen. En denk ik echt, waarom? Dat hoeft helemaal niet. Oké, nu heb ik iets waarvoor ik ga vragen aan jullie of jullie daar een video van willen zien. Als jullie het niet willen zien, doe ik het niet. Want het is altijd echt heel irritant om dit soort video's op te nemen. Maar het is heel leuk om het te testen. Maar zo'n video is lastig, want je moet... Zijn dat on the go. Je moet heel veel materiaal verzamelen om een video te hebben. Oké. Ten eerste een peel-off gold mask. Ik wil heel graag een gold mask testen. Of het gaat vet voor bijna net als die zwarte. En het is gewoon hetzelfde met een goud kleurtje. Of het is vet cool. Peel-off gouden masker. Dat wil je zien, lijkt me. Laat me weten. Deze hebben ze al heel lang. De normale versie heb ik getest. Niet boeiend. Maar nu hebben ze een gold lip mask. Als je dit als cadeau krijgt, denk je echt dat iemand het bij Sephora heeft gekocht. En het heel bijzonder is ofzo. Het ziet er zo cool uit. Dan, wat ook al heel lang helemaal zo hip is, maar heel erg duur. Is Coffee Body Scrub. En deze was wel iets van 3 euro. Maar dat is echt niet duur voor een coffee scrub. Ik praat heel snel. Heel tof. Als je stelt dat je dit in een pakket krijgt. Zo'n beauty pakket. Nou, het ziet er echt fantastisch uit. Nog iets. Oh, dit is gewoon te leuk. Om chocomel mee te maken een keer. Leuk. Cute. Misschien voor een soort van kletsvideo met dit. Lijkt me helemaal leuk. En nog twee grappige dingen. Een bubble sheet mask. Ik weet niet of ze die nou hadden. Want ik heb wel eens een bubble mask getest. Maar dat was volgens mij geen sheet. Ik snap nooit hoe een sheet bubbelig kan worden. En een jelly mask. En dit zijn echt wel nieuwe dingen, want ik kijk best vaak. Ik ga niet meer heel vaak, maar ik was er vorige week nog en het is me niet opgevallen. Deze. Dus ik zeg, ik heb echt wel... Oh, nou, dat body scrub is natuurlijk niet iets wat ik echt... Ik had moeilijk ook om mijn mening over te geven. Oké, het zijn maar 4 dingen. Misschien in mijn volgende weekvlog deze 4 dingen testen. Of gewoon verspreid in mijn weekvlogs. Of een losse video. Laat het weten. Ook als veel mensen al misschien gereageerd hebben, reageer alsnog wat jij wil. Want... Laat gewoon weten wat jij leuk vindt. Dit was dan al mijn shoplog. Morgen is donderdag. Morgen moet ik een campagnevideo filmen. En ik wil heel graag naar de wc. Want daar heb ik gewoon ontzettend veel zin in. En candy canes zijn toch helemaal niet lekker in. Ik hou niet eens van chocomel eigenlijk. Wel met light zo in wel. Lekker moe. Ik heb dus heel erg veel zin om met jullie te kletsen. Video's op te nemen. Ik heb net ook echt een 35 minuten met Lotte gebeld. Terwijl ik teruggeef van die me naar huis. En toen nog in de auto heel lang. Vet gezellig. Ik voel me weer beter. Maar dat kan dus komen omdat ik weer bezig ben. En het kan dat ik straks weer instort. Maar mijn hoofdpijn is weg. Na bijna 3 weken. Dus dat is een goed teken. Nou jongens. Nu moet ik mijn weekvlog gaan editen. En ik baal een beetje. Want die komt dus donderdag online. En dan komt vrijdag dus mijn
campagnevideo online. En ik ben bang dat die heel weinig views haalt. Omdat ik dan een weekvlog altijd wel iets van 5 dagen nodig heeft om zijn views te halen. En als ik 2 video's van iemand zie, denk ik altijd, daar heb ik geen tijd voor. Dus dan kijk ik een van de 2 niet. Want later vergeet ik dat ik die nog moest kijken. Best stom als je een campagnevideo heeft en hij heeft heel weinig views. Dus als je het ziet, kijk even mijn campagnevideo. Ik heb nooit campagnes, jongens. Nu heb ik er ineens 2. Doei. Nog even reclame voor mijn kettingen, want dit moet ik even laten zien. Elke keer als ik vandaag naar de wc ging en de spiegel keek, dacht ik, wow, wat is deze mooi. Deze is net nieuw, we hebben er weer maar 1 van elke om te kijken of het populair is, maar wow. Deze is net nieuw in de shop. Bizar mooi, hè? En echt stevig hoor, ik kan er gewoon op drukken en er gebeurt niks. In love. En dit is mijn andere babyserij, want ik heb er 2. Mooi, hè? En nu? Hij zei nummer 12 het cake van Dr. Utker aan het maken. Volgens mij is hij helemaal niet lekker. Ik heb hem al een keer gemaakt. Maar ik had geen zin om een echte te maken. Het is heel makkelijk. Kijk, het ziet er echt uit als velvet. Is dit puur om het red velvet heet? Red door de kleur, velvet door de structuur. Wow. Lekker? Ziet het eruit? Wow. Het ziet er zo lekker uit. Het smaakt dus niet zo lekker. Het is echt niet vers, zeg maar. Het zou leuk zijn als je iets meer zelf kon doen, in plaats van alleen ei. Ik zou denken als gewoon suiker, bloem, meel, dik, kleurstof doen, dat je dan dat het dan gewoon lekker smaakt. Dat is een rare nasmaak. Verder gaan mijn collega's geven. Oké, jongens, als hij niet lekker is, ligt het niet aan mijn kunsten. Kijk hoe cool hij eruit ziet. Ik heb dus van die hagelslagtap, wat ze bij de AH2Go hebben, heb ik eroverheen gegooid. En ik heb dus 2 pakjes monchou gebouwd en extra poedersuiker om het extra lekker te maken. Maar de cake los maakt echt niet lekker. Maar ik ga hem nu snijden. Jij moet even filmen dat ik het eruit haal, Ru. Ziet er wel goed uit, hè? De onderkant is veel dunner dan de bovenkant. Rupje vindt het toch wel lekker. Dit is het tweede stuk. Los is alles niet zo lekker, maar een combi wel. Maar ik vind het raar dat er slagroom in moet, want daardoor wordt hij dus een beetje dun. Eigenlijk zou er alleen roomkast in moeten, of er moet ei bij de slag gewoon, maar of zo. Nee. Wij vinden dit programma echt heel leuk. Saar was echt zo goed. Goedemorgen jongens, kijk weer leuk. Iemand heeft deze 2 armbandjes besteld. Cute, hè? Cute, cute, cute. En er is ook een nieuwe kat. Hè? Nee jongens, er zijn mijn nieuwe homespullen. En ik ga dit keer ook een home video spullen opnemen. Video maken. Dus ik moet straks wisselen naar de onderkant. Oh, hij is een beetje aggressief. Oh, hij gaat van de doos vallen. Bobby, we gaan nu de doos openmaken terwijl jij erop ligt, oké? Okay? Oh, oh. Net speelde die in die doos, maar daar was een potje met glitter opengevallen. Dus hij ging in de glitter rollen. En dat is een beetje slecht voor hem. Hij neemt die kant voor buiten. Oh, hij gaat er straks afvallen. Bobby! Hey, dit soort stickers moeten wij trouwens ook bestellen. Hier is geen kant, het is een pen, Bobby. Nou, dat wil ik doen. Hij moet dit voelen, anders snapt hij niet. Doe jij goed gekamd, hè? Dit doe ik elke ochtend met mijn achterkant van mijn foundation gloss. Dit vult de weekvlog wel lekker, Bobby. Dankjewel. Nog 10 minuten, Bobby. Gaat hij nu pakken? Nog 10 minuten. Dan hebben we een extra midrol. Ja, midrol. Hier is een midrol. Auw. Oh. Hallo. Wow, hij klinkt als een tijger. Rustig. Auw, laat eens die, met die nagel los. Bobby, nu moet de doos open. Daarna ga je er 1 pakken. Zelfs het balletje vindt hij nu leuk, terwijl hij die nooit leuk vindt. Dominant? Jeetje, wat dominant. Ik weet al wat hij nu wil. Deze. Doei. Ruben is bezig met orders versturen van de home collectie. Kijk, Carrot Professional.
doos. Helemaal ingepakt, piepschuim. En nu doe je denk ik één laag te veel, of niet? Nou ja, moet. Oh. En de nieuwe home producten die we binnen hebben zijn echt zo amazing. Ik vind het dus nog mooier dan ik had verwacht. Ik wil er ook echt een video van maken dat je kunt zien wat het eigenlijk is. Kijk hoe gaaf. Het zijn nieuwe kerstkaartjes. Ja, daar was ik even mee bezig. Deze. Niet normaal. Zo gaaf. Ja, ik film het nu echt niet mooi hoor. Sieradenkapstok. Het schaaltje. Deze zijn ook nog leuker dan ik dacht, want deze kun je dus helemaal in elkaar opbergen. Het zijn dus drie lunchboxes of vershoutbakjes. Super cute. En hierin zit er dus nog eentje. En ze kosten maar volgens mij 7,50 of zo. Dus ik vind dat echt super erg meevallen. En het wolkenkleedje. Dus ik ben echt super leuk allemaal. Wat wij trouwens doen, dat weten jullie misschien niet. Het is ook kostenbesparend voor ons. Maar we vonden het vooral, omdat ik natuurlijk als YouTuber heel veel pakketten binnenkrijg, bewaren we eigenlijk alle dozen die niet te groot zijn. Zoals deze is te groot, die gaat nu weg. Maar we bewaren er eentje met allemaal verpakkingsmaterialen die we ontvangen. Zodat we dat kunnen herbruiken. Scheelt en kosten en verpakkingsmateriaal dat wij opnieuw moeten gaan kopen. Terwijl een ander dit naar het oude papier brengt. Vet zonde of plastic. Dit zijn dozen die zijn te kapot, die gebruiken we niet. Dus deze gaan weg. Maar we hebben dus hier doosjes en we hebben nog meer doosjes. En ook als ik dit soort folietjes ontvang, bewaren we het. En zakken. Het is eigenlijk een soort van recycling. Dat ben ik nu even aan het uitzoeken. Oh, waarschijnlijk ga ik dit in mijn weekvlog zetten. Hallo jongens, ik ben even aan het kijken voor mijn rebuy video of het beeld goed is. En ik wil even een fireplace op de achtergrond doen. Oh, ik moet natuurlijk ook nog even kleren aan doen. Ja. Ja, dat is wel cute. Oké, ik ga even een, mijn script, zeg maar, of hoe heet het, mijn briefing erbij pakken. Waarin even precies nog staat wat ik moet benoemen. Ik ben heel erg benieuwd, want ik ga dus een iPhone, oh dat zien jullie al, want ik kom morgen online. Een refurbished iPhone testen en ik mag hem ook weggeven. Oké, jongens, ik heb net een adventkalender unboxed van L'Occitane. Superleuk. Hier ligt alles. En ik moet natuurlijk nog even een foto maken met de iPhone voor mijn Instagram, want die komt dus morgen al online. Dan ga ik even de zooi opruimen en dan ga ik naar het WFC. Misschien even ontbijten, want ik merk dat ik een beetje trilhandjes had net. Te maken. Waar ga ik een foto maken? Bobby. Heel stout. Lekker bij de open haard. Ik wou zeggen, jongens, dat deze trui die ik nu aan heb, ook trouwens van Kommel, is deze best wel goedkoop. €25. Super cute, super leuk. Zit wel iets mooier, merk ik nu ik even met Weight Watchers bezig ben. Mensen vragen wel eens hoeveel ben je afgevallen, maar ik vind het nog lastig om te zeggen, omdat het heel weinig is. Dus ik zeg het liever pas over een tijdje als het resultaat er echt is ofzo. Maar dat is dus deze trui. En deze zit echt gewoon super chill. En hey. Oh ja. Zo is die dus. Gewoon echt een hele chille, basic, maar toch leuk detail. Super cute trouwens. Ik vind deze armbandjes toch echt ontzettend leuk. Ik heb aan mijn andere hand deze. Natuurlijk scheelt hij weer niet scherp. Deze camera is serieus 4 maanden. Ik moet er echt mee. Dat is echt niet normaal. We hebben hem dus ook nog in het roze. Grijs beige. En hij valt gewoon normaal. Oh ja, ik ging ontbijten. Dat ging ik doen. Zien jullie dat hij zeg maar scherp staat heel vaak op de achtergrond? Ik heb wel een beetje veel make-up op mijn WFC te gaan. Misschien ga ik een beetje eraf halen. Heel veel contour. Wel mooi voor filmen. Ik heb dus 2 video's opgenomen, dus dat is chill. Ik ga nu ontbijten, even de zooi opruimen. En toen kwart over 2. Ik ga om 3:30 naar WFC. Ben ik daar 3 uur. Heb ik daar zeker 2 uur. Dus dat is top. Doei. Doei jongens, doei. En vanavond moet ik die video die ik net gefilmd heb meteen bewerken en meteen opsturen. Want hij moet morgenochtend online. Lekker op tijd. Oké jongens, ik heb weer iets gekocht. Dat is die body toon. 1 van elke maat. Want ik niet weet of het een succes gaat worden. Bij deze twijfel ik te erg. Dus deze hier, hij is echt heel mooi, maar ik heb gewoon hele dikke armen. Hij staat bij mij niet mooi. Dus ik dacht, ik ga mijn WC aantrekken. Als hij echt perfect staat, ga ik meer pakketten halen, want dan wordt het weer een succes. Maar hij is geweldig, maar... Ja, qua lengte zijn sowieso echt heel leuk. Lastig. Ik weet het niet. 1 pakket is
zo stom, maar ik ga gewoon niet meer kopen als het niet verkocht wordt. Heel lastig dit. Nou jongens, ik reed terug naar huis en toen belde ik Ruben waar hij was. En toen zei hij, ik ben bij Rai. Dus toen zei ik, oké, ik ben er een kwartier. Ik pik je op en dan gaan we naar de IKEA. Ga ik even deze salade. Het heeft dus ook walnoten. Hetzelfde als vorige keer. 2,90. Dikke bomba. Dat is echt niet normaal. Eerst kukje. Oké, jongens, we zijn thuis. Scherp stellen. Kan toch niet? Scherp, stel scherp op mij. Oké, jongens, we zijn thuis. Ik had dus bij WFC zakjes gekocht. 250 zakjes. Best wel duur. Maar ik vond het wel leuk. Even kijken. Je had ook kleinere, maar die waren uitverkocht. Met de lepper. En je had ook grotere. Maar ik ben voor deze gegaan. Ik weet niet of het voor... lukt niet. Of ik het voor de sieraden wil. Of andere dingen. Maar ik wil ook maar niet een... We hadden nu dus die rode zakjes. Maar ze zijn een beetje kerstelijk. Van die satijnen. Dit zijn eigenlijk van die zakjes die je echt zo doet als je een winkel hebt. Weet je wel. En misschien zijn deze ook leuk om de kaartjes in te doen, dacht ik. Werkt dit? Ik vond ze echt wel heel leuk. Het zijn gewoon papieren zakjes. Dit doet me echt denken aan souvenirzakjes of zo. Ik weet niet of we alles hierin doen wat erin past of zo. Of... Misschien wel gewoon de sieraden in hun originele verpakking laten en dan in zo'n zakje doen of zo. Met thank you erop. Zoals nu. Dit vind ik zelf heel leuk. Iemand heeft deze nu besteld. Laat ik je wel laten zien. Kijk, ziet er super cute uit. Als je dat dan nog hierin verzendt, is het echt alsof je het zo gekocht hebt. En dan kun je dus nog die leuke sieradenkaartjes voor jezelf bijbestellen. Als ik dit nu zo dicht plak met thank you. Ja! Superleuk! Ja, voelt het echt een beetje alsof je het in een winkel hebt gekocht. Cute! Leuk hè jongens? Het is nu 7 uur. Ik heb geen horloge om. Ik heb deze om. En ik ga nu heel snel mijn campagnevideo doen. Dus doei! Tot snel! Leuk! Heel blij met deze zakjes. Heb jij op beeld? Nee! Oh. Super rot uit. Jongens, Shanna is er. Vet leuk. Shanna die komt hier nooit. Door ons allebei. Maar, en dan is ze er eindelijk. En ik dacht, ik ga het helemaal perfect doen, allemaal. De video staat klaar. En toen gaf hij dus deze foutmelding. Dus nu zit Shanna hier al... Hoe lang al? 3 kwartier. 3 kwartier. Ze heeft thee gehad en herzelf het cake. Maar dat is het ook. Want verder zit ik mijn video te editen. Ik ben echt een slecht mens. Maar gelukkig vindt ze het niet erg. En zij is ook perfectionistisch. Ik moet nog even 1... 64 gig, ik maak 2 20. Ja. Ik moet het wel even van je hoofd halen. Ja, nu is het goed. Oh ja, ik moet hem van mijn hoofd halen. Echt, als ik hier niet was, jongen. Kijk jongens, het is echt een drama. Dan moet ik dit doen. Heb ik ook net ontdekt hoe dit moet. Dan zo. Het valt best mee hoeveel werk het dan uiteindelijk is. Zo. Is het nu goed? Of heb ik nu iets eraf Nee, het klopt. Oh ja. En gewoon als je er nog over praat, haal je hem toch gewoon in. Ja. Oh, nu is hij goed. Ik betaal 50 euro per maand, hè? Ja, hè? Oké, nou... En nu gaan we waarschijnlijk erachter komen dat de fout hier niet bij lag. Dat zou echt grappig zijn. Dat is gewoon het programma het idee. Dat kan echt niet. Oké. Okay. Hoe snel rennen die normaal gesproken als je het gewoon doet? Het is maar een korte video, maar ik denk dat het toch wel een uur duurt. Ja, ik ga er niet op wachten hoor. Dan maar morgenochtend. Nou. Kijk hoe Bobby erbij ligt als een obesitas. Een soort van, drama like one of your friends. Oh. Hij vindt je echt liever, anders gaat hij echt niet zo cute liggen. Ik ga foto naar Ruben sturen. Ruben heeft net boodschappen gehad van Sushi Bowl en we zijn samen Sushi Bowl aan het maken. Hier is de rijst. We hebben gewoon basmati rijst, witte rijst met wat azijn en zout. En Ruben salmonzijde, surimi avocado. Ik laat straks wel even zien wat het eindresultaat is. Vorige keer was het niet heel lekker toen ik dat had gemaakt. Maar nu moet het wel, want we hebben echt lekkere dingen. Het ziet er ziek lekker uit. De saus is van yoghurtnese, wasabi. Veel moet erop, of saus? Wel wat meer hoor. Misschien wil je er nog sojasaus bij. Sojasaus en sesamolie een beetje. Wow. Mooi. En nu zijn we bananenbrood maken. Ruben gaat het ei erin doen. Gewoon het hele ei, met schil. Oh! Nee. Niet doen. Niet het schilletje erin, hè? Kan jij dat wel? Jullie. Twee handen moet je doen. Nee, wacht. Geen schil erbij. Goed zo, Rupje. Mag je daarin doen? Want die moet... Wow, dit ei is klein.
Ja, dit is echt heel klein. Dan gaan we dit rustig voeren. Tot het geluid. Talent, boy? Eeuw! Kijk jongens, wel leuk. Ingepakt. Nu gaat het nog eens in een zakje. Oh ja, het past niet helemaal, moet ik zo doen. Even net thuis, we hebben net nog even één order gekregen. En we willen altijd op vrijdag het liefst dat iedereen het zaterdag binnen heeft. Dus het is nu al 4:50. Maar we gaan nu even heel snel nog even deze maken. Ruben heeft een vlog geschreven. Kijk, zo zit er al een foldertje. Ja. Foldertje hier omheen. Dan gaat hij er zo in. Het was even kijken hoe zwaar die is. 27, dus hij is al sowieso 2 postzegels, dan doen we er ook nog even een candy cane bij. Kijk, als het net 1 postzegel is, dan niet. Dan doen we er bijvoorbeeld een kerstballetje bij, die is wat lichter. Postzegels zijn op, dichtplakken. Doei. Doei. Hey jongens, het is nu zaterdag en het is al 6 uur geweest. We zijn de hele dag niks aan doen. Ik heb wel altijd een beetje een hekel aan niks doen, maar het is zo'n deprimerende dag, niet normaal. Ik wil even deze nieuwe oorbellen laten zien. Vet, hè? Ik ga ze nu uitdoen, want we... Chris en dan eventjes passen. We gaan nu eventjes naar de Mediamarkt. Het is Black Friday. Niet dat we heel veel zin hebben, maar dat is er open op zaterdagavond. We hebben een paar sushietjes gehaald. Ja, dat is het. En mijn haar is zo... Oh ja, gaan we halen. Zo slap, omdat ik dus gewoon een beetje... Merp weer. Oké, we zijn in de Mediamarkt en we zijn even voor televisie aan het kijken. Het is vet druk. We zijn nu naar deze aan het kijken. Probeer ik filmen maar even, want dan heb ik nog wat voor deze week vlog. Lekker boeiend. Hier is Rupje. Het zijn echt die dingen die dan ziek. Hi. Het zijn die dingen die echt al ziek lang in het boekenstadion. Ja. Maar dat. We werden niet echt duidelijker bij de Mediamarkt. Ik ga liever online kijken, maar we zitten nu hier. En Rup is een beetje brak en ik voel me ook verrot, dus we hebben tomatensap. Maar jij? Jeetje, wat zelt die slecht scherp, hè? Ik heb een nieuwe camera besteld, jongens. Tenminste, mijn oude body, die stukjes heb ik opnieuw besteld. Rupje zit lekker hier. Het is peper. We hebben er zout in gedaan en peper en tabasco. De Ruf zegt, zullen we nog pasta erbij vragen? Vind je het lekker? Hier moet je echt zin in hebben. Hallo jongens. Ja, ik heb zo weinig gevlogd deze week dat ik maar gewoon mijn camera pak. We hebben net een lekker ciabattaatje gegeten met tapenade. Nu gaan we ons sushi dus ophalen. We hebben niet zoveel sushi besteld. Dus ik zei van, we hebben nog even. Laten we eventjes lekker, want we zijn zo verrot, even lekker bij het cafeetje zitten. En vaak doen we dat niet en denken, oh, we willen naar huis, blablabla. En dat heeft ons echt goed gedaan, want we hebben echt lekker eventjes wat kracht. Deze oorbellen zijn trouwens ook nieuw. Ik vond ze super leuk. Ik had ze al een keer... Woe! Oh! Zo gaaf, ze bungelen ook een beetje. Ik vind ze ook leuk. Hé, ik heb geen highlighter op. Toch heb ik glans. Oh ja, ik had vaseline erop gesmeerd. Was het ver? Nee, daar gewoon waar iemand staat. Wat op. Hoeveel kost het? 4 euro. Ik dacht dat het goedkoper zou zijn. Nou, dit scherp stel ik wel echt niet meer. Ik heb deze camera dus nu precies 4 maanden, jongens. Echt verschrikkelijk irritant. Woekie. Oh, je moet even de route weten. Nou, wat? Naar judo. Ja. Nog even mijn ding afmaken hoor, wat wou ik nou zeggen. Oh ja, ik heb dus de camera die ik had. Daarvan had ik dus een body die stuk gegaan. En daarvoor heb ik een hele grote lens die ik vorig jaar op mijn verjaardag kreeg. Waarmee ik mooie weekendvideo's kan maken. Dus ik dacht, nou, hij is nu 380 met een lensje er weer bij. Ik koop hem maar even opnieuw. Dus dan ga ik daar ook maar weer vaker mee vloggen. En deze moet ik echt gaan opsturen. Ik vind dit, ik kijk ook zo vaak in het scherm sinds ik deze camera heb. Omdat ik dus gewoon zie dat het niet scherp is. Hij kan heel scherp worden. Maar zie je, het is niet te doen. Wel beter vandaag eigenlijk, maar... Oké, we gaan nu naar judo rijden. Dit is voor ons wel een beschaafde hoeveelheid sushi. Deze handrolls zijn zo lekker. Hier is de krab gewoon echt heel lekker. Wat doet Bobby? Zeg de mond. Ja, die begraat zijn mond ook stom. Moet zo, als ik nu terug ga... Ik vind hem echt een beetje moe. Het filmpje, ga ik een heel stuk weer. Wil je die niet even laten zien? Dan moet je eigenlijk even laten zien. Ik vind het mensen grappig. Ik vond de eerste keer niet grappig. De tweede ik keer ook niet. Ziek grappig. Toen ik het voor de eerste keer, ik ging helemaal stil. Ik had het account dat ik ook volg. Ja. En Ruurt, misschien anders doen we vermoeden. Gaan we luisteren dit naar... Dit is zo grappig. Kijk, ik ben een Ruurt. Dit is heel mooi. Maar ik vind dit grappiger, deze poes. Kijk. Hoor zijn Engelse dinges. Weer een speelse bui, jij.
is dit? Dit is Noah is een beetje... hij heeft aandacht nodig, zeg maar. Oh. Noah. Heel stout. Goedemorgen jongens, mijn camera is er. Wow, mooi. Er zit een grijze lens bij. Dat is wel vet. Die gisteren ook. Ja, maar ik dacht de zwarte. Alleen, het raar, dit is wel zwart. Ik ben heel benieuwd of dit nou een andere lens is dan... Zeg, is hij nog wel mooi. Hij is mooi. Het is echt iets voor mij. Ik ben er erg blij mee. Vet. Nu kan ik ook weer gewoon mooie weekendvideo's maken. En voor Comois kan ik nu ook weer mooi. Weet je nog wat de foto's maakt met deze lens voor Comois? Het lipje moet je wel eraf halen, anders word je dat krot. Ja, dat is heel irritant. Wat ik dus ongeveer een jaar lang op deze kan doen. Dus dit is hetzelfde lens als deze lens. Hij heeft ook nog een andere kleur en hij is niet stuk. Dus ik ben heel blij met... Probeer die lens nu te testen dan? Deze. Ja, maar ik moet hem eerst nog opladen. Ik heb weer een nieuw blok. Ik heb een touw erbij. Dat heb ik vorige keer niet volgens mij. Andere oplading. Huh? Het is voor een ander land. Van Amerika. Nou, heb ik die. Als je ooit in Amerika bent. Heel aardig. En mijn batterij. Maar ik kan natuurlijk wel deze batterij gebruiken. En ik heb nog een batterij, maar die kan ik even niet vinden. Oh, ik heb nu 3 batterijen. Dus ik vind het allemaal echt een goede aankoop. Jij? Janssen, hij stelt niet scherp. Ja, deze gaat naar nooit scherp. Sorry. Hij is nu op Noah aan het focussen. Ja, hij stelt op de achtergrond scherp. Als ik vlog, stelt hij scherp op mijn achterkant. Op mijn huis. Nou, ik ben echt blij dat ik dit gekocht heb. Want mensen begonnen ook echt op te vallen dat het niet goed is. Nou, top. Dat was het einde van deze week vlog. Nou, je hebt erg veel je hoofd gezien. Je hebt toch niet mijn hoofd erop? Nee. Ja, nu is weer mijn camera waarmee ik gewoon op record klik en hij is meteen scherp. Nu tijdens het editen moest ik altijd record en dan was hij wazig, moest ik dat wegknippen en dan wachten. Dan moest ik zo klikken tot hij scherp werd. Deze pakt me gewoon, niet dat je er heel blij mee moet zijn. Hé, hey, hij maakt mijn huid gladder, want ik heb een hele slechte huid. Kijk, hier zie je het, heel erg. Zie je, ik zie ook dat hij gewoon mijn hoofd mee pakt. Yes jongens, dit is gewoon mijn camera. Dan is hij maar dikker. Oh, en met deze kan ik dus ook zoomen. Wow, en hij zoomt veel sneller dan die camera die ik nu heb. Deze is echt beter. Sorry voor dit hoofd. Nu ga ik even maar checken of die ene lens nou echt stuk is of dat het aan de body lag. Oeh, die duurde langer. Die ene lens is inderdaad stuk. Nu heb ik dus die kleine lens die niet kan zoomen erop. Die ik dus best wel recentelijk had gekocht. Die is trouwens ook zilver. Dit zou dan mijn vloglens worden, omdat die wat dunner is. Die kan dus niet... Die kan ook zoomen. Huh? Sorry voor deze verschrikking. Huh? Deze kan helemaal niet zoomen. Oh jongens, dan ben ik blij met deze camera. Hij stelt zo goed scherp. Echt, ik klik een keer en hij heeft het meteen. Zo snel scherp. Echt amazing. Mijn liefje. Mijn liefje. Ik vind het echt heerlijk om hier naar te luisteren of zo. Hi. Nu wil ik op deze ketting scherp stellen. Hij weet gewoon precies op welke ik wil scherpstellen. Wow, tijdens het filmen kan ik gewoon selectief... Oh, deze hangt een keer zo om. Zeggen. Dit is ook satisfying. Ik vind het wel heerlijk als een camera zo mooi scherp stelt. Ik denk ook mensen die niets met camera's hebben dat die dat vinden. Yes. Ik ben blij jongens. Leuk dat deze bandjes ook best wel populair zijn. Die zijn ook echt heel leuk. Ze zijn trouwens maar 3 euro. Super cute. I'm happy. Had ik deze leuke zakjes al laten zien? Ja. Kijk jongens, dit is... ik heb hem nu niet aan de muur hangen hoor. Maar dit is ons jewelry rekje. Super leuk. Wij zijn orders aan het maken. Best wel veel orders. Ik moet over 10 minuten ongeveer slapen, dus dan stop ik ermee. Maar dan kunnen deze ieder geval morgen op de bus. Hier liggen ze klaar. Leuk in een zakje. Ziet er echt veel leuker uit. Morgen komt trouwens Cyber Monday. Heb ik net spontaan bedacht. Nou, ik wilde het al... Jeetje mina. Ik wilde het misschien al gaan doen hoor, want ik vind echt Cyber Monday is echt voor online winkels. Dus ik heb even een mail eruit. Vannacht gaat hij in. 24 uur lang 20% korting. Ik ga nu de week nog afsluiten. Sorry dat hij een beetje saai was, maar ik was natuurlijk ziek. Sorry voor dit beeld. Heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop dat ik jullie bij volgende week vlog weer zien. Doei!